Het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert in samenwerking met het ministerie van Justitie en Politie een driedaagse mensenrechtenworkshop met als titel The Enhanced Capacity on Suriname's Treaty Body Engagement, Reporting to CESCR and Moving Towards UNCAT Ratification. De eerste twee dagen van deze workshop zullen zich concentreren op het verdrag in zaken economische, sociale en culturele rechten, CESCR. Op de derde dag zal het VN-verdrag in zaken het tegengaan van folteringen aan de orde komen. De workshop wordt verzorgd door VN-experts op het gebied van mensenrechten. Deze zullen worden geassisteerd door functionarissen van de ministeries van Justitie en Politie en Buitenlandse Zaken. Suriname is in het comité van CESCR vertegenwoordigd door Lydia Ravenberg. Ook in de Human Rights Committee heeft ons land een vertegenwoordiger in de persoon van Margot Waterval. Suriname is een van de weinige landen van de VN die tegelijkertijd vertegenwoordigers heeft in beide comité's. De workshop is vandaag begonnen en wordt donderdag afgesloten.